Laatste spreken voor de pauze. Dat is altijd een... hoe zeg je dat? Volgens mij gaat het wel goed, eer, hoor. Is er nog veel? Ja, een eer. Je helpt me. Een hele andere invalshoek, hè? Kan het wat zouter? Voordat je aan de presentatie begint, geef eens antwoord op die vraag. Ja of nee? Kan het wat zouter? Ja, maar er zit wel een prijskaartje aan. Maar het antwoord is ja? Tuurlijk. Oké, voort aan jou. Ja, het was mij gevraagd wat over laag Nederland te vertellen. Ik deel hier op de kaart wat bijna de zeekleur heeft. Hoe zit het in laag Nederland? Nou, dit is een kaart uit het Nationaal Waterplan. En dan zie je wel dat er bepaalde problemen zijn. Het paars geeft aan dat er zout in de ondergrond zit. Inlaatpunten onder druk. Dus je zou wel kunnen zeggen, er is een soort gemene deler voor laag Nederland. Aan de andere kant, als je naar de knelpunten kijkt, dan zit er ook wel weer een heleboel variëteit. In het noordelijk deel is de grote opgave, hoe gaan we slim om met die geweldige buffer die we hebben, dat IJsselmeer-Markermeer. In het westelijk deel, daar heb je inlaatpunten die verzilten, zoals hier Gouda. En in het zuidwestelijk deel, dat is een heel delicaat systeem van hoe ga je om met regenwaterlens, hoe ga je om met inlaatpunten van al die zoetwaterbekkens die je daar hebt. Dus dan loopt het eigenlijk, kan je niet praten over een laag Nederland, van zo moet je het aanpakken, maar is dat heel gevarieerd. Aan de andere kant zit er ook wel weer een gedeelde basis. Een gedeelde basis dat de opgave is van hoe ga je om met het hoofdwatersysteem, de inlaatpunten, de Sprielse meerleiding. Wat kunnen de gebruikers zelf doen? Ik kwam net al ter sprake. En die doen al hartstikke veel, hoor. Wees gerust met hemelwaterbassins of andere trucjes. En wat kan je in het regionaal watersysteem doen, met het pijlbeer? Eigenlijk de grote opgave in laag Nederland, eigenlijk ook wel in hoog Nederland, is hoe kan je de beste mix uit deze componenten halen. Nou, daar zal ik ingaan op de regio die ik het beste ken. Ik heb me niet eens voorgesteld. Dolf Kern, ben van Rijnland. West-Nederland. Hoe werkt het daar? Hoe kan je dan met die drie delen omgaan? Nou, ik benut ook de knelpuntenanalyse van het deelprogramma Zoetwater. Dat kwam net al een paar keer langs. Dit is de regio West-Nederland. Nou, met paars, dat is het veenweidegebied. Veenweidegebied wat heel gevoelig is voor verdroging. Maar ook een heleboel oude binnensteden. Waar ook het pijlbeheer heel belangrijk is, houtfundering, noem maar op. In dat gebied zitten ook een aantal hoogwaardige zoetwatervragen. Zoals Greenports. Vier van de vijf Greenports nationaal liggen in dit gebied. Westland, Boskoop, Bolle, Alsmeer. En ook Natura 2000 gebieden, laagveengebieden. Allemaal met een specifieke watervraag. Niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit. Nou, wat is die totale watervraag? Nou, dat is ook uitgerekend voor die knelpuntanalyse. Daar zie je dat die watervraag ook is opgebouwd uit een aantal componenten. En er kwam net al langs van, we kunnen wat aan beregening doen. Kunnen wat naar beneden draaien. Nou, doorspoelen kwam ook al langs. Kom ik dadelijk ook op terug. Kun je misschien ook wel wat naar beneden doen. Maar je ziet dat hier, en dat sluit aan bij het verhaal van Emiel van Vels over IJsselmeer. De dominante post is dat pijlbeheer. Dat pijlbeheer, wat nou eenmaal in dit gebied hartstikke belangrijk is. Omdat we dat veen hebben, omdat we die oude binnensteden hebben. En ja, er zit hier een blokje AGV, dus dit is dan wildnis. Maar dat lag niet aan pijlbeheer, dat weet ik wel. Maar als icoon van de kwetsbaarheid van het veengebied gebruik ik hem toch graag. En kan je wat doen aan dat pijlbeheer? Je zag net die watervraag, dat is de watervraag in de kritische periode. Dat is heel belangrijk. Het merendeel van het jaar hebben we natuurlijk gewoon overschot. In de kritische periode, dan is dat verdomd lastig om die watervraag naar beneden te krijgen. We krijgen vanmiddag ook een heel goed verhaal over flexibel pijlbeheer, waar we de totale jaarvraag naar beneden kunnen brengen. In de kritische periode, dan is dat flexibele pijl aan de ondergrens en zijn we aan het inlaten. Dat is dus een post waar we heel moeilijk... die we heel moeilijk naar beneden kunnen draaien. De dominante watervraag is pijlbeheer en daar kunnen we erg moeilijk aan gaan sleutelen in zo'n gevoelig gebied. Nou, een belangrijke randvoorwaarde. In die knelpuntenanalyse van zoetwater hebben we ook gekeken van, joh, waar komt dat water dan vandaan? Want je moet water aanvullen in die droge periodes. Nou, dit is het West-Nederland. Nou, het westelijk deel inlaatpunten Bernisse en Gouda. In het midden komt uit Neder-Rijn-Lek. En het oosten, dat sluit eigenlijk aan bij Keesengebied. Daar is geen aanvoer, grondwater. Ja. En in de knelpuntanalyse bleek dat er knelpunten zijn bij die inlaatpunten. Nou, ik ga me nu verder focussen op dat meest westelijke deel, waar de inlaatpunten zout worden.
Nou, zout, is dat eigenlijk wel een probleem? Ik liet net die functies zien die daar in dat gebied zijn. Er zijn functies die heel specifieke waterkwaliteitseisen hebben. Dat is natuur en dat is landbouw. Is dat zout eigenlijk wel een probleem? En waar komt dat zout dan vandaan? Want ja, dat zout is dus slecht voor de functies. Komt dat dan uit die zouten inlaten? Nou, eigenlijk heel belangrijk. Het merendeel van het zout, dit is de zoutbalans voor Rijnland, komt uit de polders zelf. Dat zijn de droogmakerijen, meren, die hebben we droog gemalen. Daar hebben we vliegvelden aangelegd of wat dan ook. En daar trekken we grondwater, of daar handhaven we het pijl op min 6 meter, min 7. Nou, dat soort pijlen. En sleuren daardoor diep zout grondwater omhoog. Dus het merendeel van het zout is eigenlijk inherent aan het, aan de landschapsinrichting, aan het waterbeheersysteem wat we gekozen hebben. En je ziet eigenlijk die droogmakerijen op de kaart, herken je, de rode gebieden is waar de meeste zoutvracht is. Nou, van Haarlemmermeer, Brigitta, ik had het geloof 80.000 ton per jaar of zo. Nou, in ieder geval heel veel. In die boezem komt en ja, wat dus problemen geeft voor die gevoelige functies. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, daar hebben we een trucje voor bedacht. Dit is weer het gebied. Het oranje, dat zijn dan die explosies. Dat moeten dan die droogmakerijen voorstellen. Daar hebben we een trucje voor bedacht. We gaan doorspoelen. Gewoon met zoet water spoelen we dat zout weer weg. En de watergraaf zei dat met heel veel water gebeurde. Wil ik toch even nuanceren. Gemiddeld jaar is dat 50, 60 miljoen kuub. Best wel veel water. Maar op de waterbalans van Rijnland is dat 10%. En ongeveer de helft van wat bijvoorbeeld het effluent, wat wij ook op onze boezem gooien. Dus het is wel een sloot water. Maar het beeld van doorspoelinfuus valt wel mee. Mijn zin is dat. Hè. Ik ben natuurlijk enigszins gekleurd in deze. Weet ik niet of dat verstandig is. Nou, wat is er met dat inlaatpunt? Nou, dat inlaatpunt is een geweldig inlaatpunt. Dat is de Hollandse IJssel. Die tapt eigenlijk water af wat via de grote rivieren komt. Hè, Maas Rijn. En dat zit in open verbinding met de Nieuwe Waterweg. Want dat vinden we ook vrij belangrijk dat daar een diepe haven is. Hè, waar belangrijke mainport voor onze nationale economie. Door die open verbinding kan het zout eigenlijk via de Nieuwe Waterweg naar binnen dringen en tot het inlaatpunt komen. Dat is met name door de klimaatontwikkeling, door zeespiegelstijging, door een afnemende afvoer in de grote rivieren. En wind, geloof ik. Ik weet het allemaal niet. Nog wel best wel wat andere dingen. Maar in ieder geval, het komt tot aan Gouda. En dit zijn de berekeningen, ook weer van Emiel, voor het deelprogramma Zoetwater. Dit zijn eigenlijk hoeveel dagen de Hollandse IJssel dichtgaat. Nou, dat komt erop neer dat nu eigenlijk zo'n beetje eens in de 10 jaar is. En met W+ naar 2100 zou dat dan elke 2 jaar zijn dat Gouda dichtgaat. En dan komt het ook, ja, wat is nou eigenlijk dicht? Oh ja, daar heb ik nog wel. Als dus Gouda dicht gaat, dan valt die aanvoer weg. Dan hebben we een alternatief. Dat is het kleinschalige wateraanvoer. Daar kunnen we zoet water inlaten. Alleen dat ding is te klein. Dat is gewoon, heeft onvoldoende capaciteit. We hebben 20 kuub nodig en dat ding dat levert er 7. Nou, dat weten velen van jullie nog wel. Dat in 2003 dat ook bleek. Dat er allemaal met kunst en vliegwerk water uit IJsselmeer moest komen. Nou, 2011 waren we dat ook alweer helemaal aan het voorbereiden. Dat is dus gewoon een alternatieve aanvoer die gewoon ontoereikend is. Nou, wel een reden om wat aan te gaan doen. Ik zei net van Gouda sluit met een bepaalde chloride-concentratie. Nou, dat is 250 milligram. Als je gaat denken over een deltaprogramma zoet water, dan kan je niet zeggen, oh, 250 milligram, ooit bedacht. Dus laten we dat maar aanhouden. Is dat wel terecht dat we die grens hanteren? Nou, daar hebben we naar zitten kijken. Zijn we eerst gaan kijken naar natuur. Heel belangrijk. Je hebt daar Natura 2000 gebieden, Nieuwkoopsplas, Reewijk, nou, en nog een paar. Hoe belangrijk is het chloride voor natuur? En toen had ik nog niet gehoord van Han Runhaar dat de natuur dat eigenlijk leuk vindt. Want dan kunnen ze trucjes als de zomerslaap toepassen. Maar oké, ik ben eerst gaan kijken van hoe erg is dat. Eerst naar gewoon makkelijk de KRW-normen. KRW-normen, nou ja, die zeggen 200 milligram, dus dan ben ik klaar, want daar ga ik overheen. Dat kan ook niet in het Delta-programma. Dan kan je niet zeggen, oh, die normen, daar ben ik klaar. Wat gaat er nou eigenlijk precies fout? Nou, wij zijn daar
het kwam net al langs, het spoor van Maurice Paulussen. Die hiernaar heeft zitten kijken, naar ook natuurwaarden. Die heeft eerst in beeld gebracht hoe gevoelig is de natuur eigenlijk in dit gebied voor zout. Nou, het was best wel heel erg veel. Al dat groen is gevoelig. Vervolgens is hij gaan kijken, ja, maar wat is nou de risico op blootstelling? Als het zout is in de sloot, waar gaat het dan fout voor de natuur? En daar bleven eigenlijk, waren maar heel weinig gebieden. Dat waren eigenlijk alleen, ja, de plassen die ik net noemde. Nieuwkoopse plassen, dat soort veenplassen. Daar zijn we nog beter gaan kijken. En wat blijkt, die plassen hebben vaak toch een aanzienlijke buffercapaciteit. Nieuwkoopse plassen, nou, dan heb je eigenlijk een paar plassen achter elkaar. En dan wordt eerst wat zout en dat is net ook de slechtste plas. Natuurlijk niet zo gek, dat is degene waar het meeste inlaatwater komt. Het blijkt ook dat er zelfs in drijvende zuddes, dat zijn die dingen die je in zo'n veenplas hebt, regenwaterlensen zitten. Dat er dus natuur blijkt daar best wel heel veel buffercapaciteit te hebben. Vind ik vervelend dat ik het moet zeggen. Want het was een mooie reden dat we lekker konden doorspoelen. Maar daar zit best wel wat ruimte. Blijft die andere poot is de landbouw. Nou, dan kan ik aansluiten bij Ruud zijn verhaal. Dat is verdomd lastig om die landbouwschade in beeld te brengen. Daar gebruikte dan niet de helptabellen met gegevens uit de jaren 50, 60. Maar ik geloof dat alles terugging naar gegevens uit de jaren 70... in semi-aride gebieden met irrigatietechnieken die we in Nederland helemaal niet toepassen of zo. Hè? Nou, daar is een hele droogtestudie op gebaseerd. Gelukkig hebben we nou Jan van Bakel die hier zit en Lodewijk Stuit, die zijn er eens kritisch naar gaan kijken. Hebben een aantal nieuwe functies afgeleid. En niet alleen voor de aardappel en het gras. Maar juist ook voor die hoogwaardigen die we hier hebben. Die greenports die honderden miljoenen bijdragen aan de toegevoegde waarde. Die hebben ze in beeld gebracht. En die hebben ook doorgerekend voor de functies die we hier hebben. En dan ook weer met swap en een klimaatjaar en zo. Nou, dit was de eerste exercitie. Stel dat het water nou in de sloot allemaal die concentratie heeft. Waar gaat het fout? Dus helemaal niet reëel, hè, maar even om een gevoeligheid. En daar kwam best wel iets belangrijks uit. Het beeld was altijd, oh, dat zit alleen in die greenports. Hè? Boskoop Westland, nee, veel meer verspreid. Er zijn best wel veel gevoelige, hoogwaardige functies ook door het hele gebied. Maakt het best wel lastig om daarmee om te gaan. En eigenlijk, ja, dit klopt dus niet. Hè? Dat is alle sloten dezelfde concentratie, maar zo werkt het niet. Het is veel ingewikkelder. Net zien is een samenspel van brakke droogmakerijen en hoe je kan doorspoelen, hoe dat hele boezemsysteem in elkaar zit. Nou, daar hebben we ontzettend geluk gehad. Er is een team met Lodewijk en Jan. En die hebben er ook Joost Delsman hier ook aanwezig en Gu bijgehaald. Die met kennis van juiste grondwater, hè, dat is echt heel lastig hoe dat zoute grondwater zit, de dichtheidsstromingen en het oppervlaktewater en NAI, die en grondgebruik en landbouw, nou, alles aan elkaar zijn gaan knopen. Ook een soort blokkendoos, maar dan met een veel mooier naam, de URI-opener. En daar hebben ze ook iets heel belangrijks gedaan. Ze hebben al die watersystemen en dat grondgebruik aan elkaar gehangen en ze zijn tot aan euro's gegaan. Nou, als we het over bestuurders hebben, dat helpt. En daar is een soort spreadsheet-achtig iets uitgekomen waar je echt kan gaan sturen. Bijvoorbeeld, dit is even een voorbeeld, ik moet niet zo diep op in, maar je kan zeggen boskoop, daar stuur ik op 250 milligram. Hè, dat betekent ik moet zoveel doorspoelen dat ik dat net haal. Wat is dan de schade? Nou, daar kwam een bedrag uit. Hier 6 miljoen in een 2003 jaar, hè, dus een eens in de 10 droog jaar. En dat kan je dan ook uitrekenen voor het hele gebied. En de kracht van dit ding was dat het vrij simpel was, waardoor je allerlei varianten kon gaan uitrekenen en gevoel kon gaan krijgen van, hey, waar zit nou mijn handelingsruimte? Nou, kwamen belangrijke dingen uit. Huidige zoutschade, dus hoe wij nu beheren, is ook al 25 miljoen euro. Hè? Dat is heel erg, dus voor de hoogwaardige teelt. Best wel een aardig bedrag. En de helft daarvan is buiten de greenports. Dat wisten we eigenlijk niet. Hè? Er was altijd het idee, oh, boskoop verhuizen en dan ben je klaar. Nee, dat is dus niet zo. De helft is buiten de greenports. Dit zijn euro's, dat kwam net ook langs, niet echt directe economische schade. He, dit is suboptimale productie. Hè? En wat er economisch gebeurt, dat kan van allerlei marktfactoren. Het kan zijn dat dit jaar dat die telers zelfs een heel goed jaar hebben. En aan de andere kant, als ik dit aan de mensen in Boskoop laat zien, dan zeggen ze, ik geloof die functies van Lodewijk en Jan helemaal niet. Want als ik maar één bruin vlekje heb in mijn plant, dan kan ik het niet meer verkopen. Dit is helemaal onzin. Dat is niet een geleidende schaal. Dus er is heel veel discussie over, maar het geeft wel een indicatie. Nou, ik begon met die norm die we gebruiken, die norm van Gouda, 250 milligram. Nou, hier hebben we dus uitgerekend wat gebeurt er als we die norm verdubbelen. Dan verdubbelt ook die schade.
25 miljoen extra schade. Nou, kan je voor kiezen, hè? Jouw vraag. Kan het zouter? Ja, kan. Kost wel wat. Ja, je kan ook zeggen aan wie dan. Maar wat lost het, hoe verre lost het ons probleem op? Ik kwam net ook al langs. Gouda gooien we nu dicht bij 250 milligram. Nou, hier hebben we doorgerekend ineens in de 30 jaar. Dat is 1976 in dit geval voor verzilting. Nou, moet ik niet te veel over zeggen. Bij W+, dan wordt het in 2050, is het nu 87 dagen met 250 milligram. Ga ik naar 500 milligram, dan wordt het 54 dagen. Het probleem lijkt kleiner, maar ik heb nog steeds 54 dagen een goede alternatieve aanvoer nodig. Dus eigenlijk de conclusie, laat ik dat dan toch zeggen, overschat die handelingsruimte niet. Mijn probleem wordt er niet zoveel kleiner van als dat je gevoelsmatig zou denken. En het helpt dus pas, dat zie je aan die norm, als je echt naar chloride concentraties van 1500 of nog veel hoger gaat. En dat heeft echt aanzienlijke gevolgen. Ik zeg je niet, doe er maar niks meer aan. Hè? Want er zijn allerlei trucjes en zo een paar laten zien. Met pijlen opzetten, slimmer doorspoelen. Waar je wel degelijk de situatie robuuster kan gaan maken. Maar dit is toch een belangrijke uitkomst. Kunnen we dan niks doen? Nou, wij zijn natuurlijk ook een regio die allerlei dingen gaat bedenken. Die aanvoerroute die nu ontoereikend is, daar kan je natuurlijk best wat aan doen. En die kan je robuuster maken. En wat is robuuster maken eigenlijk? Dat is vooral dat je meer stroomopwaarts water laat innemen. Waar die zoutinvloed is. Hè? Want heel belangrijk. En daar heeft de regio naar zitten kijken. Naar alternatieve aanvoerroutes. Een heleboel bekeken die niet werken. Gelukkig ook een paar in beeld gekregen waar heel veel perspectief in zit. Waar we nou in het kader van het Delta-programma keihard aan het werken zijn. En dat zijn methodes waar je dus niet extra water vraagt. Maar je haalt je water meer stroomopwaarts buiten de invloed van die zoutindringing. Nou, het is een zeer beproefde methode. Delftland doet het al een eeuw. Die begonnen bij de Nieuwe Waterweg een paar keer opschuiven. En haal het nou bij het Brielse Meer. Gewoon haal het water waar die zoutinvloed nog niet is. Als je aan zo'n aanvoerroute gaat draaien, dat is best wel ingewikkeld. Hè? Degene die hier het meeste voordeel heeft van die nieuwe aanvoerroute, dat is bijvoorbeeld Rijnland, hè? Mijn waterschap dan toevallig. Maar ja, het moet door de buren van HDSR en het moet worden aangevoerd via het hoofdwatersysteem waar je Rijkswaterstaat voor nodig hebt. Dan blijkt het Delta-programma Zoetwater een geweldig vehikel waar je allemaal bij elkaar zit, waar je dit soort dingen echt goed voor elkaar kan krijgen. Nou, daar zijn we nu keihard mee bezig. Nou, dan terug te gaan eigenlijk naar mijn verhaal hoe ik begon. Die drie componenten die moeten gaan samenwerken. Nou, dat is het dus dat hoofdwatersysteem. Het echt een puzzel is van hoe krijg ik nou meer water naar die inlaatpunten van West-Nederland. Het regionaal watersysteem. Nou, dit is bijvoorbeeld, dit is de Noordplaspolder. Ja, je ziet niet zoveel aan. Maar wat we daar doen, is het pijl in zo'n droogmakerij opzetten. Ik liet net zien dat heel bepalend in die zout. Problematiek is dat zout wat uit die droogmakerijen komt. Dus daar moet je op gaan focussen in je regionale systeem. Ga nou, probeer die zoutvracht terug te dringen. Dat kan je doen door pijlen op te gaan zetten. Nou, dat doen we hier. Maar de boeren die daar wonen, die zijn er natuurlijk niet zo van gecharmeerd. Die hadden geweldige drooglegging en die gaan we kleiner maken. Daardoor verzuipt er drainage en dan leggen we nieuwe drainage aan. Nog niet blij. Dit is een best wel lastig proces waar we ook al tegen de ruimtelijke ordening aankomen. Hè? Als je maakt toch de omstandigheden voor de boeren anders, minder optimaal. En de gebruikers zelf, en dat is een hele belangrijke poot. Juist, je ziet waarom doen we dit voor die hoogwaardige teelten. Daar ligt een groot deel van de oplossing. En dat pakt de sector ook op. Het is niet zo dat de sector achterover zit en zegt, waterschappen, jullie doen. Dit is omgekeerde osmose. Nou, een trucendoos die al breed wordt toegepast. Waar ze dus zout grondwater ontzilten. Maar ook andere trucjes met circulatie en andere teelten. Er gebeurt ook al hartstikke veel. Hoe kan je dit nou beter voor elkaar krijgen? Je moet eigenlijk die balans tussen die ingrepen in hoofdwatersysteem, regionaal watersysteem en gebruiker. Beter op elkaar afstemmen. Waar leg je welke maatregelen, welke inspanningen en welke risico's? Hoe ga je met die risico's om? Daar gaf iemand net ook al een vraag over. Daarbij moet natuurlijk de stelregel zijn dat je altijd die maatschappelijke ontwrichting, even dat plaatje van Wilnis weer, dat willen we voorkomen. Je streeft ook naar doelmatigheid. Hè? MKBA's, daar gaan de bestuurders morgen ook roepen. Ja, het moet wel kosteneffectief allemaal zijn. Maar juist ook voor Delta-programma's zoet water moet je ook de lange termijn niet kwijtraken.
duurzaamheid, lange termijn houdbaarheid. Nou, dat is bijvoorbeeld in de regio, zijn we nu keihard bezig met de Haarlemmermeer. De ergste van alle droogmakerijen, waar het meeste zout naar boven komt. Kan je daar je inrichting niet beter afstemmen op de kwaliteit van de kwel? He, je hebt daar, he, dat is een droogmakerij met aan de randen van de droogmakerij komt zoete kwel naar boven uit de duin of uit de Westeinder. En in het midden heel zout. Daar moet je je functies op afstemmen. Dat zijn geen trajecten die je in een jaar doet. Dat zijn trajecten die hele lange termijnen nodig hebben. Investeringstermijnen van de boer. Maar we beginnen daar wel al mee. Dit is de structuurvisie van de gemeente. Weliswaar de lange termijnvisie, maar daar moet je stappen in gaan maken. En je hebt ook een punt, als je in die afstemming tussen die drie componenten kijkt, van ja, maar klopt het wel? Wordt er niet iemand onevenredig begunstigd? Nou, die discussie is ook al geopend in 2011, hè, de laatste droogte die we hadden dat de KWA aan was. Waar bleek dat er een bepaalde persleiding nodig was om een deel van Boskoop van water te voorzien. Waar die man, hè, dat is dan mijn dijkgraaf, Gerard Doornbos, ook aangaf naar de sector van jongens, dit hebben jullie alleen nodig. Is dit wel iets wat ik de belastingbetaler, zoals hij dat altijd mooi zegt, driehoog achter in Haarlem, voor kan laten opdraaien? En waar de sector ook aangaf, dat vind ik terecht, deze discussie. Wij voelen dat wij hier een rol hebben voor onze specifieke voorzieningen, om daar ook iets voor bij te dragen. Nou, dan mijn laatste. Als je hier een stap wil gaan maken, gaat het over transparantie? Transparantie over wat voel je als je taak? Wat doe je daarvoor? Onder welke omstandigheden? En waar leg je welke risico's? En dit werkt alleen, zo'n discussie, als iedereen ook zijn rol hierin wil pakken. Dus ook de sectoren. Want ja, een heel deel van de risico's, dat voel je in dat verhaal. Hoofdreden waarom je het water zo zoet houdt, ligt toch heel erg bij het hoogwaardige teelten. Dat zijn ook teelten die economisch potentieel hebben. Ja, nu hebben ze een beetje zwaar, maar in principe economisch potentieel, waanzinnige innovatiekracht. Hartstikke bewezen al, wat ze met de energie hebben bereikt, daar kan heel erg veel. Ieder moet daar zijn rol oppakken. En ja, mijn conclusie, en dat was eigenlijk een beetje, dit sluit heel goed aan bij het verhaal van Kees. Het wordt heel erg een maatwerkverhaal. Wel vanuit een generieke visie. En ik ben wat minder enthousiast over een generieke trits, maar dat weet je. Dit was het. Dankjewel. Dankjewel, je hebt mooi mogen afsluiten. Voor mij is de hele conclusie dat zoetwater, dat wordt wel een... dat kan veel, maar je moet niet alles kan. En je moet durven kiezen. En dan kom jij bij, we moeten het goed afwegen. Zo interpreteer ik dat goed. Ja, zo zou ik mooi kunnen samenvatten. Ja. Ja, dat is in de kern samenvatten. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. En je zei zelf... Ik denk dat Hoogzandron gaf dat ook aan. Het is wel een rijdende trein. Dit zijn dingen die we niet eergisteren hebben uitgevonden. Nee. Er zijn sectoren die al ontzettend veel aan het investeren zijn. Ja. Die al zelf hun rol oppakken. Dus het is, wat dat betreft is het een beetje een rijdende trein. Ik denk wel dat we het scherper moeten gaan maken van naar elkaar transparant zijn wat we wel doen, wat we niet doen. Het was vrij diffuus. En dat wordt van spannend. Ja, we hebben het vandaag over kennis en morgen misschien wat meer over beleid en discussie. Tot slot vraag ik je dan iets. Ik kom uit dat andere kant. Als ik straks de deur uitloop en ik kom straks thuis en dan zeg ik iets over zoet water, zo tegen mijn kinderen ook. Wat moet ik dan eigenlijk zeggen? We moeten er meer mee puzzelen. Met zoet water komen we er wel uit. We moeten daar flink over discussiëren. Of ik denk dat er een zoetwateroorlog komt. Wat zou ik dan moeten zeggen? A, B of C? Ik ben je opties alweer vergeten. Maar ik zou zeggen... A was van dat ik zeg van nou, het is een beetje puzzelen en dan komen we er wel uit. En B is van nou ja, wel stevige keuzes en dat gaat dan wel even wat strijd. En C is zelfs van nou, ik denk dat er zelfs een soort oorlog over zoet water kan komen in Nederland. Wat zou je mij adviseren? Wanneer doe ik het goed vanavond? Nou ja, dan kies natuurlijk maar voor de middenweg. Hè? Dan ben ik weer klaar, weet je wel. Ja. Nou, want uit jouw vraag, ik denk dat het best... Ik zou ze wel willen uitleggen dat het best wel belangrijk is. Ja, precies. Best wel belangrijk en ook een waanzinnige kans. Hè? We hebben dat... Wel moeilijk. Nou, we praten heel veel ook met bedrijfsleven en met LTO hierover. En die kijken ontzettend naar hoe wij internationaal zitten. Hè? Want wij zitten hier heel erg zielig te doen. Mm-hmm. Hè? Wat hebben we toch lastig met zoete water. Zuid-Europa werden allemaal voorbeelden aangegeven van wat ze allemaal doen. Ja, dat is wel omdat ze gedwongen zijn. We hebben een ontzettende goede uitgangspositie. Okay. Wij, zelfs in zo'n droge tijd komt er 700, 800 kuub per seconde bij Lobit binnen. En dan lopen wij te mouwen. Dus we hebben een geweldige uitgangspositie. Maar het is wel een aardige opgave om die uit te nutten. Oké, dus ik zal ze uitleggen dat het allemaal eindelijk heel erg goed gaat. En dat je alles moet relativeren, maar dat wel iets aan de hand is. Ik heb het niet goed gezegd. Dank je wel.
Ja. Ik hou hem wel vast. Ja, nou, voordat er misverstanden ontstaan, ik wil nog even iets nuanceren over dat planten zout vinden. Dan heb ik het namelijk over planten, dan heb ik het over heel zoet water of heel zilt water. En dat is leuk. Net dat traject tussen 200 en 1000 milligram per liter, dat vinden planten niet fijn. En sterk wisselend ook, vinden ze ook niet fijn. En dat is dus een beetje het probleem met die doorspoeling. Je gaat eigenlijk dat water vermengen. En daardoor maak je, nou, bijvoorbeeld het feit dat de krabbescheer in dit gedeelte van Nederland zo weinig voorkomt, precies, komt onder andere om die. Dus dat voorbeeld van de Haarlemmermeer vond ik juist wel mooi. Want dan ga je het scheiden en maak dan plekken die echt die echt zout zijn. En plekken die echt zoet zijn. En dat doorspoeling, ja, vanuit een aquatische ecologie of ecologie, is dat dus eigenlijk een gruwel. Want dan ga je dus overal net de minder geschikte omstandigheden krijgen. Dankjewel. Daar ken ik ook andere verhalen over. Nee, voordat we daar een hele discussie over beginnen. Maar je hebt wel even, voordat je hier gelabeld wordt als degene die zegt van zout is leuk voor de natuur, wordt het alleen maar leuker van. Dat heb je even goed terechtgezet. Ik moet naar een afronding voor de lunch. Dankjewel.